goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Ik heb heerlijk gedoucht en mijn haren gedaan. Ik heb mijn nieuwe pyjama aan van de H&M. Ik laat je even zien. Dat was mijn huid. Oh, ik heb zo'n droge huid. Maar ik heb dus overal gelezen dat iedereen er een beetje last van heeft. En ik heb hier allemaal puisten en zo. Maar goed, daar ga ik het nou niet over hebben. Mijn nieuwe pyjama van de H&M. Hij was echt spotgoedkoop. En omdat ik een member ben, heb ik maar 14 euro betaald. Hij kost normaal gesproken 19,99 euro. Maar hij is ook echt heel erg mooi. En ik vind die kleur ook echt gewoon super cute. Vandaag was bij ons in huis opruimdag, dus daar zijn we mee bezig. Nesim is nu bezig met de kleding. We gaan zo ook even alle dozen opruimen die daar bij de keuken staan. We krijgen best wel veel pakketjes binnen en we bestellen ook best wel veel. Dus het stapelt altijd heel erg op. Ligt het daar heel lelijk in een hoek en dat gaan we zo dus even ook samen opruimen. Nesim is daar even bezig. Als je ziet, moeten we dit zwaar nodig opruimen. Het kan echt niet meer. Guys, het is eindelijk tijd om die dozen op te ruimen. Verschrikkelijk. Zoals je ziet is alles weer schoon en al. Ik heb me net dus klaargemaakt. En zoals ik al zei, mijn huid is er ook echt ernstig aan toe. Ik heb hier droge huid. Allemaal puisten en mee-eters hier. Ik denk dat het een beetje aan het klimaat ligt of zo. Want ik verzorg eigenlijk mijn huid verder wel op het moment goed. En volgens mij heel veel andere vrouwen ook. Maar die hebben ook echt last van huidklachten nu. Ik denk dat mijn make-up echt lelijk gaat zitten. In het begin is het altijd mooi. En daarna zie je gewoon alles gewoon echt zo vlekkerig. Ik heb nu trouwens de lipgloss op van NYX. En ik vind hem echt heel erg mooi. Dit is hem. In de kleur tiramisu. Zo, net post opgehaald. En ik heb post van de Belastingdienst. Heel erg blij mee natuurlijk. Mot. Moet je nou nog douchen, Nes? Ja. Even Dinar zoeken. Dinar, waar ben je? Dinari? Dinari? Hey! Wat doe jij hier? Hier is nog een kat, hier is nog een kat. Ik vind het op kantoor echt helemaal niet chill om koffie te drinken, omdat ik daar geen kopjes heb. Dus ik heb deze even klaargelegd van Senseo voor op kantoor. Dan kunnen we lekker koffie drinken daar. Oh, lekker, dankjewel, Lucia. Lekker, hè? Wij zitten inmiddels in de auto richting kantoor. Ik moet even echt die hard editen. We hebben net een video opgenomen thuis. De relatietestvideo, die hebben we voor Nesim's kanaal opgenomen. Die is al online. Maar voor mijn kanaal moest die nog opgenomen worden. Die hebben we net gedaan. En die ga ik nu even snel editen. En Nesim moet ook heel veel editen. Dus we gaan lekker richting kantoor. Leuk hoor, meer. Wacht op onze eten. Want onze bestelling is binnen. We hebben harira. Maar we hebben hier ook calamares. Oh, heerlijk. Dit is Nesim zijn broodje met kip. En dit is mijn broodje met garnalen. Een bok calamari. En dit zijn dus bocadillo's. Er zitten dus ook frietjes in normaal gesproken. Maar die hebben ze dus hier apart gegeven voor onze krummet erin doen. Oh, ik ga even die calamari's proeven. Ik heb het echt gemist. Zo. Echt lekker. Friet is ook gevaarlijk, man. Hè? Ja. Ik ben wel blij dat ik een nieuwe plekje heb ontdekt, man. Er is nog saus daar. Wat bedoel je? Marokkaans tentje. Ja. Dat is een Marokkaans tentje waar we hebben. Oh, je hebt ook nog een brood erbij. Zo, dat hebben we echt veel. Ga je die friet niet in je broodje doen dan? Nee. Ik vind het juist lekker in die bocadillo's. Oh, zo. Ik krijg echt van die dikke friet. Lekker, man. Hoe is je broodje? Ja. Oh, hij ziet er wel echt goed uit, man. Ik jou hoor. Ik ga er wel friet in doen. Zo. Ik heb dus friet in mijn broodje gedaan. Oh, kijk hoe goed het eruit ziet. Mm.
nu te filmen. Ik moet echt vroeger denken, broertje. Goedenavond of goedenacht alweer. Ik ben van kantoor weer naar huis gegaan. Ik was trouwens naar kantoor gegaan. Toen was ik mijn laptop vergeten, moest ik weer terugrijden. En ben ik weer teruggereden, heb ik daar lopen editen. Ik heb een video af, gelukkig. Dus die komt morgen gelijk online. Ik ben nu weer lekker thuis. Ik heb mijn pyjama aangedaan. Ik heb lekker kaars aangedaan voor mezelf. Ik heb verwarming aangedaan, lekker warm. En weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon even lekker een boek lezen. Oh, kijk dan. Hallo. Hele goedemorgen. Het is vandaag zondag en ik schaam me dood. Want het is inmiddels 5-6 uur. We hebben het gisteren heel erg laat gemaakt. Waardoor we dus vandaag heel erg laat zijn opgestaan. Het tweede gedeelte van mijn vlog is eigenlijk nu start. Dus heb ik vandaag even de relatietest online gegooid. En ik ga vandaag gewoon gelijk starten met het avondeten maken. Dat is de planning. Ik ga nu even aardappelen schillen. Ik heb het echt zo lang niet gemaakt. En ik had er zoveel zin in weer. Ik even aardappelen gaan schillen. En ik kijk ondertussen naar Netflix. Goedemorgen, ik heb echt een hele productieve ochtend gehad. Ik heb het hele huis schoongemaakt, ik heb heel veel opgeruimd, ik heb mijn kleren opgeruimd en dat was echt nodig. Er was echt een berg aan kleren in mijn kamer. Ik ben echt heel slecht met mijn kleren gewoon netjes op te ruimen. Dus het komt op een gegeven moment echt op en dan moet ik één grote opruimdag eigenlijk organiseren. Dat heb ik gedaan. Ik heb al mijn kleren opgeruimd, ik heb wasjes gedraaid. Ik ben gewoon helemaal ready. Ik heb mezelf ook even een beetje gefascineerd voor de verandering. Want ik liep er echt 3 dagen bij als een zombie. Maar ik heb even lekker gedoucht. Mijn haren gedaan. Ik heb een mooi make-upje op gedaan. En ik heb mijn nieuwe blazer aan van Naked. Ik heb voor de verandering een keer andere oorbellen in. Deze had ik volgens mij in Manchester gekocht toen met een tripje. En ik vind ze nog steeds heel erg leuk. Oké, ik moet nu echt vertrekken. Doei! Ik had nog niet echt verteld waar ik naartoe ging. Echt, de zon is zo irritant. Maar ik ga naar kantoor natuurlijk. Ik heb niet zoveel te doen behalve naar kantoor gaan en thuis blijven. Maar Nesma en ik hebben even besloten om onze tijden even goed in te delen op kantoor en thuis. Want we zaten echt op elkaar slip op een gegeven moment. En de irritaties begonnen al. Dus we zitten niet de hele tijd samen elke dag. Mij is vanochtend bijvoorbeeld al naar kantoor gegaan. En ik ga er nu pas heen. We hebben afgesproken dat ik daar om 5 uur heen ga. Want ik ga zo wat met hem opnemen. We gaan dus zo een video samen opnemen met zijn beste vriend. En het is echt een heel grappige video. Het wordt tenminste een heel grappige video. Ik heb natuurlijk laatst een relatietest met Nessing opgenomen. En nu gaan we dus even testen wie hem beter kent. Ik of zijn beste vriend. En ik mag het echt niet verliezen. Want ik heb de relatietest natuurlijk al verloren. Maar dit mag ik echt niet verliezen. Anders sta ik echt voor schut. En dan ga ik echt heel slecht op. Maar dat. En ik vind het echt chill. We nu een soort van tijd hebben afgesproken met elkaar op kantoor en zo. Want wat wij meestal dan doen, Nesim gaat naar kantoor, ik ga een beetje opruimen, ik ben een beetje thuis lekker rustig aan het wakker worden. Ik kijk even een serie of zo en dan is Nesim al bezig op kantoor. Daarna ga ik rond 5 uur naar Nesim toe. En meestal heb ik dan gekookt en neem ik ook eten mee. Dus dat is een beetje onze ritme nu en bevalt me echt heel erg goed, moet ik zeggen. Kijk hem! Nieuwe matties! Kijk dan. 2 minuten bij. Leuk hoor, Nes. Jongens, ik drink dit echt nooit. Maar Nes heeft altijd op kantoor. En het is best wel lekker. Ik ben net terug van kantoor. En ik heb even de deur open gedaan. Dan kunnen even mijn katjes naar buiten toe. En ik ga denk ik ook eventjes hier voor de deur een beetje zitten. Want het zonnetje schijnt echt lekker. Hey! Hallo! Lekker aan het genieten. Hi Lira. Hi lieveling. Even zo naar de persconferentie kijken. Want die gaat zo starten. En daarna ga ik heerlijk koken. Dat is een beetje de planning. Ga je weer naar binnen? Ga je weer gewoon naar binnen? Ga je binnen? Gaan we met z'n allen naar binnen dan?
Jij wil niet naar binnen, nee. Nee, jij wil niet naar binnen. Oké, je mag eventjes buiten zijn. Ik ga nog geen plannen maken voor de meivakantie. Dat is echt... Nou, net even naar de persconferentie geluisterd. Maatregelen worden gewoon verlengd zoals eigenlijk ook verwacht. Ik ga even andere kleren aandoen en dan ga ik starten met koken. Ik heb garnalentiefries gehaald. Die ga ik even maken. Ik denk een soort van nasi gaan maken. Gewoon een beetje met wat ik thuis heb. En dan moet ik straks weer naar kantoor toe om eten te brengen aan Nessie. Ik heb toch niks beters te doen. En ik denk van als ik dan naar kantoor ga straks met het eten, kan ik daarna ook weer gewoon editen voor morgen. Morgen moet er weer een video online komen. Dus ik ga even snel even een makkelijk shirtje aandoen. En een jogging. Trouwens, ik vind mijn Nessie echt heel erg leuk geworden. Ik ga jullie nog niet vertellen of ik heb verloren of niet. Dan moet je even naar zijn kanaal toe. Maar hij is echt wel, hij was wel echt heel grappig. Ik heb hier alvast de garnalen. Ik ben nu de rijst aan het pakken. Ik wil nasi maken met garnalen en ik ben echt aan het improviseren. Daarvoor heb je nodig gember, een uitje. Oké. Lenteuitjes, moet ik nog even gebruiken, want het staat echt niet meer uit. Hier, peterselie. Knoflook, heel belangrijk. Ketchup. Ketumbar, oftewel gemalen koriander. Zwarte peper. Wortelen. Niet echt omdat het erbij hoort, maar omdat ik niet anders weet wat ik ermee moet doen. En natuurlijk garnalen. Ondertussen heb ik alles gesneden wat ik nodig heb. Peterselie, uitjes, knoflook. Lenteuitjes en worteltjes. Zo, de rijst is nu een soort van klaar. En die laat ik even afkoelen, want die heb ik straks weer even nodig. Ik ben nu de garnalen aan het bakken in peterselie, knoflook en uitjes. En ik heb het nog gekruid met rode peper en weer peterselie. De garnalen zijn klaar. Nu gaan we verder. Hetzelfde pannetje. Dan gaan we even weer uitjes met worteltjes, knoflook, even frituren. Doen we bij ketchup, garnalenpasta, terrassie staat hier, gember bij, gemalen koriander. En wat ik nu ga doen, dat heb ik echt nog nooit gedaan, nou, ik ga de gekookte rijst dus allemaal hierin doen en dat met elkaar mengen. Kijk guys, en dan heb je dit. Je moet echt heel goed roeren, zodat je niet de witte rijst er doorheen ziet. Ik heb het net geproefd, was super lekker. Ik heb er wel iets meer zout bij gedaan, maar ik ben hier echt heel blij mee. Ik heb twee bakjes gemaakt. Eentje met rijst en eentje met garnalen. Die ga ik even inpakken en in mijn tas doen. Ga ik nu even heel snel douchen, even me omspoelen. En andere kleren aan en richting kantoor weer. Ik heb even lekker een trainingsbroek aangedaan. Met een truitje erbovenop. Ik doe denk ik deze dikke trui er ook nog overheen, want ik heb het altijd heel erg koud op kantoor. Zo. En daar gaan we weer met mijn eten. Aangekomen bij Nes, die hier op achtergrond aan het editen is. En ik ben nu even ons eten aan het opwarmen. En dan gaan we heerlijk eten. Ik kan echt niet wachten, ik heb echt zoveel trek. Even kijken, wat heeft Nes allemaal in de koelkast? Cola Zero. Cola Pepsi Max.